Wat vind je moeilijk? Nou, dat ik me gewoon kloten, dat ik de hele tijd dingen doe bijvoorbeeld. Waarvan ik denk dat andere mensen dat verwachten. En dan wordt het allemaal weer te veel en dan ontploft mijn kop weer helemaal. Ik vind eigenlijk het ergste van het verhaal dat ze niet kan genieten van het leven. Ja, en dan word je als ouder natuurlijk heel erg onzeker. Van hoe moeten we verder? Hoe moeten we dit gaan oplossen? Ja, je voelt je machteloos, hulpeloos en dan intens verdrietig. Echt intens verdrietig.